Arts, wat dacht jij bij het schot van Christophe Dias de Oliveira? Die gaat erin? Ja, dat had gekunnen. Dat zou een puntje voor ons zijn geweest. Dat was ook wel, ik denk, verdiend geweest. Ik denk dat we een punt verdienden deze wedstrijd. Had ook gekunnen. Ik denk dat we een geweldige eerste helft hebben gespeeld. Dus wat dat betreft verwacht ik van de KNVB deze week toch wel 5 punten zo terug. Hè? Dat je zegt, geweldige eerste helft, we geven jullie 5 punten terug, toch? Ja, nou, een beetje cynisch, maar in de eerste helft vooral heb je echt ook gewoon kansen. En je maakt het GV donders moeilijk. Ploeg die derde staat in de tweede divisie. Ja, dat klopt. Met ons team hebben we ze echt moeilijk gemaakt. Ze hebben echt hier tot het uiterste moeten gaan om te winnen. Ja. En we hebben de kans gehad, eerste helft, om op voorsprong te komen. Voor ons ongelukkig valt hij weer net voor rust. Dat is heel vervelend. En als je de tweede helft hebben hun kans gehad om het definitief genadeklap te geven. Wij op het einde met Christophe ook nog een goede kans. Dus het had alle kanten op een gegeven moment nog op kunnen gaan. Ja, iedereen weet natuurlijk wat deze week gebeurd is. Jullie hebben 5 punten mindering gekregen. Dan lijkt het alsof jullie lot bezegeld is met 11 punten op zak. En ook gezien het gat naar de concurrentie. Maar jullie gingen als de brandweer vandaag. Ik moet zeggen, deze ploeg moet ik echt een geweldig compliment maken. Deze jonge jongens komen uit de hoofdklasse. Die hebben het opgepakt hier. Die halen de club eigenlijk ook uit het slop om ervoor te gaan en nog te spelen. Daar heb ik alle respect voor die jongens. En ook al pakken we geen punt meer, ook al zouden we geen punt meer pakken, dat verandert er niets aan. Want mijn groep die traint hartstikke goed. Die willen zich ontwikkelen, die willen beter worden. Alleen maar respect voor, echt. Ja, toch even over die puntenmindering die je hebt gekregen. 5 punten in totaal van de KNVB afgelopen donderdag. Hoe is dat bij jullie ontvangen? Ja, eigenlijk, dat is natuurlijk wel een tik, want er valt een stuk motivatie normaal gesproken weg. Maar al heb ik daar bij de jongens totaal niets van gemerkt. Bij mijn spelers totaal niet, die zijn gewoon verder gegaan. Ja, ze weten allemaal waar de club vandaan komt, hoe het dit jaar is gegaan. En eigenlijk hebben deze jongens ook daar geen aandeel in gehad. Een groot gedeelte komt van de hoofdklasse af dan. Die hebben hier gespeeld in Jong. Een heel groot gedeelte, zeg maar een paar spelers, die zijn van elders gekomen. Die hebben bij wijze van spreken Jankovic en Kevin en Alexander, die hebben bij wijze van spreken die zijn van ver gekomen, maar die willen zich gewoon in de kijker spelen. Dus je hebt een mix van jongens die dat allemaal niet mee heeft gemaakt en die gaan er gewoon voor. Ja. Hoe probeer je als trainer de stemming erin te houden? Want jullie hebben sindsdien ook geen wedstrijd gewonnen, geen punt gepakt. Ja. Dat is toch natuurlijk wel een deceptie, kan ik me voorstellen, maar je moet als trainer toch maar ja, een beetje de schouders eronder krijgen. Hoe doe je dat? Natuurlijk, ja, we houden de sfeer erin met die jongens. Dat wil dus zeggen dat we trainen dat het leuk is, maar dat het niet alleen maar bal de lucht is en we gaan een sfeertje creëren. Nee, we trainen wel om beter te worden. Gelukkig heb ik die spelers daar ook na, die we beter willen worden. Ja, je ziet in wedstrijden dat ze er gewoon voor willen gaan. En ik hoop voor de jongens, en ook een beetje voor mezelf eigenlijk, dat we dadelijk wel eigenlijk beloond zullen worden met nog punten. Ja. Welke perspectieven zijn er nog voor jullie in het verloop van de competitie? Nou ja, perspectief is, kijk, ik kan wel roepen tegen de spelers, we moeten ervoor gaan en zoveel punten achterstand en we redden nog een bla bla bla. Die spelers komen ook niet uit een ei. Ik bedoel, ja, dat wordt verdomd moeilijk en we zullen tot onze laatste snik vechten voor onze eer om op een goede manier zeg maar, het seizoen af te maken. Ja. Je hebt in ieder geval compliment gehad van de trainer van de nummer 3 van de competitie. Daar koop je niks voor, maar dat is toch denk ik leuk om te horen. Zeker, zeker. Ik denk dat ze enorm blij zijn om hier met 3 punten weg te gaan. En dat is een compliment voor mijn ploeg. Ja. Helemaal goed, dankjewel. Graag gedaan.